Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Martijn van der Linden en te gast zijn Boudewijn Rozenboom, managing partner van Mercury Redstone, Mark Nuvelstein, oprichter en CEO van Bitfavo en Thomas Bolle. En we gaan het vandaag hebben over de cryptowereld. Welkom heren, leuk dat jullie er zijn. Yes. Ja, misschien de eerste vraag, wat doen jullie in de cryptowereld? Ja, begin ik bij mezelf. Ja, Mark Nuvelstein, een van de oprichters van Bitfavo. En wij zijn 4, 5 jaar geleden begonnen initieel met een broker. We hebben een platform gebouwd waar klanten eenvoudig en makkelijk euro's kunnen stallen. Die kunnen omwisselen voor verschillende soorten cryptomunten. En die crypto assets op ons platform kunnen bewaren. Gedurende de tijd hebben we dat omgebouwd van een broker naar een exchange. Tegenwoordig zijn we het grootste platform in Nederland, een van de grootste in Europa, waar je eigenlijk tegen hele efficiënte prijzen ruim 175 verschillende crypto-assets kan verhandelen. Dus je maakt het eigenlijk mogelijk dat mensen in crypto kunnen stappen en die kunnen kopen en verkopen? Ja, of dat is eigenlijk het doel. Het doel van het bedrijf is eigenlijk Europese klanten de mogelijkheid bieden om te participeren in de crypto-economie. En dat zo laagdrempelig mogelijk te maken, zodat mensen hier aan kunnen deelnemen en dat de crypto-economie nog verder kan groeien. En jij? Mijn naam is Boudewijn Rozenboom en ik zit meer aan de beleggerskant van het spectrum. Dus wij beleggen in crypto assets, noem ik het vaker. Dus omdat het niet per se een currency, dan wel een munt hoeft te zijn. En ik ben daarmee begonnen in 2015. In 2016 heb ik een van de eerste Nederlandse beleggingsfondsen opgericht dat uitsluitend belegt in crypto assets. En ja, dat was een, zeg maar, een actieve strategie en ik heb mij sinds 2019 helemaal toegelegd op passief indexbeleggen in crypto assets. Dat is feitelijk wat wij aanbieden. Dus je bent de BlackRock van de cryptowereld. Nou, dat zul je mij niet zo snel horen zeggen. Ja, en wat doen jullie dan? Of waar beleg je dan in? Wat wij nu doen is wij bieden een gespreide index. En dat doen wij eigenlijk ook in samenwerking met Bitfavo. Dus om je een idee te geven, klanten kunnen bij Bitfavo een rekening openen. En dan is de vraag, ja, maar wat ga ik dan aankopen op die rekening? Dat is voor veel mensen toch een vraag. He, dat kan een bitcoin zijn, dat kennen mensen, maar je hebt inmiddels zoveel crypto assets. En dan, wat ze dan kunnen doen is, wij bieden dan een service, dan kunnen wij op hun rekening een hele gespreide index bestaande uit 25 verschillende crypto assets aankopen. En dat komt dan gewoon weer van een index die wij volgen. Net zoals een AEX is een top 25 van de grootste Nederlandse fondsen. Of de grootste fonds op de Nederlandse beurs. Nou, dat is een voorbeeld, dat wij doen iets vergelijkbaars voor crypto. Oké, en we hebben het gesprek even voorgesproken en we dachten we gaan eerst een beetje over de geschiedenis praten, dan over al het tumult die nu gaande is op de cryptowereld en dan over de toekomst. En jullie bedrijf is denk ik hard gegroeid de afgelopen jaren, dus misschien is het goed om de geschiedenis van de afgelopen 5 of 10 jaar in de cryptowereld kort te schetsen. Ja, leuk. We zijn eind 2017, begin 2018 met ons platform begonnen. Eigenlijk gedurende de vorige boeren, eigenlijk waren we aan het laatste, konden we nog net deelnemen aan het laatste deel van de vorige boeren begin 2018. We zijn destijds met z'n drieën begonnen en hebben dat eigenlijk stapsgewijs uitgebouwd. Ik denk dat we eind 2018 ongeveer met 10 medewerkers zaten. We hadden destijds vooral heel veel developers in dienst. Vervolgens zijn we ons bedrijf stapsgewijs gaan uitbouwen. We waren denk ik rond 2019 met circa 20 mensen. En dat hebben we eigenlijk steeds verder uitgebouwd. Gedurende 2020 is dat doorgegroeid naar 40, 50 mensen. Zijn we onder toezicht komen te staan van de Nederlandse Bank. En sinds 2020 zien we dat er een sterke toename is in de interesse in cryptomunten. Ik denk dat we dat aan de ene kant hebben gezien, dat er steeds meer mensen zich bewust waren van de lage rentes. Dat de aandelenkoersen hartstikke hoog stonden. Dat vastgoed steeds verder steeg. En dat mensen zijn gaan nadenken over eventuele andere mogelijkheden. Zich zijn gaan verdiepen in de mogelijkheden die blockchain technologie kan bieden. Om betalingen efficiënter te maken. Om waardeoverdracht efficiënter te maken. En aan de andere kant hebben we gedurende 2020 gezien dat er mensen ook wat meer zijn gaan speculeren, omdat ze vrije tijd over hebben gehad. Gedurende 2020, 2021 hebben we ons bedrijf nog verder gegroeid. Tegenwoordig hebben we ongeveer 175 medewerkers in dienst. En zijn we actief in meerdere Europese landen. En dat is eigenlijk een hartstikke gaaf avontuur geweest. Gaaf om te zien hoe je zo met 3 vrienden een soort van zo'n bedrijf uit de grond kan stampen en zo ver kan bouwen. En daar werken we graag aan door, om dat nog veel verder door te bouwen.
Dus je bedrijf is eigenlijk meegegroeid met de cryptowereld? Ja, ja. Het bedrijf is meegegroeid met de cryptowereld. En ook nu zie je dat die markt misschien een beetje afkoelt ten opzichte van vorig jaar. Maar dat is eigenlijk in onze optiek gewoon een mogelijkheid om weer verder te bouwen. Waar we in 2020, 2021 zagen dat er die groei dusdanig hard ging dat je eigenlijk weinig capaciteit over had om nog echt te innoveren. Krijg je nu eigenlijk weer wat meer capaciteit om weer echt na te gaan denken over wat voor additionele diensten je voor je klanten gaat aanbieden. Om een nog betere dienstverlening aan te gaan bieden en nog meer waarde toe te voegen voor de samenleving. Dus een van de dingen waar we bijvoorbeeld nu naar kijken zijn euro-stablecoins. Dat is misschien iets wat later in dit gesprek nog ter sprake kan komen. Maar op die manier hebben we weer capaciteit om weer echt nieuwe dingen te gaan toevoegen en weer echt te gaan innoveren. En waar verdienen jullie je geld mee? Met een kleine fee tussen het omwisselen van... Ja, van... ja, dus eigenlijk wat onze core activiteit is dat als klanten bij ons euro's willen omwisselen voor crypto's of vice versa, dus van crypto's weer terug willen naar euro's, dan brengen we daar kosten voor in rekening. Dat kost maximaal 25 basispunten en dat kan teruglopen naar nul, afhankelijk van hoeveel volume je trade. Dat is eigenlijk ons voornaamste businessmodel. En we zien eigenlijk dat deze prijzen behoorlijk competitief zijn voor de cryptomarkt. Dus voor de aandelenmarkt zie je eigenlijk nog veel lagere prijzen. Voor de cryptomarkt is het nog behoorlijk competitief. En dat is eigenlijk hoe we onze voornaamste inkomsten genereren. En hoeveel mensen gebruiken jullie platform? Op dit moment hebben we meer dan 1 miljoen geverifieerde klanten. En we zien dat eigenlijk nog steeds doornemen of toenemen. Dus we hebben gezien dat het klantenbestand gigantisch hard is gegroeid in de afgelopen jaren. Ik denk dat dat ook laat zien hoe interessant de samenleving als het ware deze cryptomarkt vindt. En we zien dat ook nu, gegeven de huidige marktomstandigheden, nog steeds toenemen. En ondanks dat koersen dalen, zien we dat er nog steeds nieuwe mensen geïnteresseerd zijn om juist nu in die cryptomarkt te stappen, juist nu de koersen lager zijn. Ja. En je schetst het net al even van wat zijn de drijfveren waarom mensen willen beleggen in cryptomunten? Ja, ik denk dat daar een soort van verschillende drijfveren voor zijn. Dus ik denk dat er drijfveren zijn van mensen die daar speculatief in stappen. Ik denk dat het iets is waar we eerlijk over moeten zijn, dat er klanten in sommige gevallen speculatief in deze markt stappen met het doel om een waardesprong te realiseren. Ik denk dat we, naast dat er klanten zijn die hier speculatief in stappen, eigenlijk heel veel klanten zien die zich echt verdiepen in de cryptomarkt en het eigenlijk interessant vinden om te kijken hoe al die producten of projecten die erachter zitten werken. En die initieel een klein bedrag investeren om ervoor te zorgen dat ze voldoende binding ermee hebben en vanuit daar ze gaan verdiepen in de mogelijkheden die erachter liggen. Ik denk de derde categorie die we zien zijn klanten die hun crypto assets gebruiken om er bijvoorbeeld die te steken, om daar yield mee te genereren. En ik denk dat legt het makkelijker uit, dat iedereen het kan volgen. Ja, ja, dus je hebt bijvoorbeeld Cardano, wat een proof of stake netwerk is. Daar kun je Cardano-munten gebruiken om bijvoorbeeld deel te nemen aan het proces om transacties te valideren. En als je deelneemt aan het proces, dan krijg je een deel van de rewards die daarmee worden gegenereerd. Mm. Ik denk dat als je daarnaar kijkt, en dat blijkt denk ik ook uit onderzoeken van internationale exchanges, dat ongeveer 20% tot 25% van de klanten geïnteresseerd is om in crypto's te investeren om aan dat soort processen deel te nemen. En als vierde zijn er denk ik een beperkt aantal klanten, wat wel sterk aan het toenemen is, die crypto's niet alleen kopen om te kopen en te bewaren, maar die ze ook kopen als betaalmiddel. Dus je het gebruik om dan wel internationale transacties te verrichten met bedrijven, met vrienden of whatever. En crypto's echt als een betaalmiddel gebruiken. Dat is nog niet iets wat, in ieder geval wat wij zien, is dat nog relatief beperkt. Mm-hmm. Maar we zien wel dat er steeds meer interesse naar komt. Mm-hmm. En ik denk dat dat ook in onze optiek hoort bij de evolutie van deze markt. Waarbij er in een relatief jonge markt er mogelijk nog meer een speculatief element is. Maar naarmate de markt steeds volwassener wordt, er ook steeds meer use cases gaan komen om deze crypto's echt te gaan gebruiken. Zie je dat ook zo, Boudewijn? Ja, het is een lang verhaal. Ten behoeve van het gesprek kunnen we daar misschien wat nuances in aanbrengen. Bijvoorbeeld is het natuurlijk ook zo dat heel veel mensen in crypto stappen, en dat heb jij natuurlijk al gezegd, maar omdat enorme rendementen op worden beloofd. En dan is natuurlijk de eerste vraag, waar komt dat rendement dan vandaan? En in veel gevallen, en ik denk dat jij dat ook niet zal ontkennen, is dat op dit moment gewoon in vorm van inflatie. Dus dan worden er gewoon meer van die munt bijgedrukt. Of ze worden gebruikt voor leveraged activiteiten, hè, door nog meer winst op winst. En dat gaat natuurlijk niet altijd goed. En dat hebben we nu recentelijk ook in de cryptomarkt kunnen zien.
Dus dan die romantiek van dat decentrale geldsysteem, daar zitten hele mooie elementen in. Maar we moeten dat misschien ook wel, moeten niet vergeten dat daar ook wel beperkingen aan zitten. Mm. En dat bepaalde regulering ook niet helemaal voor niks is. Dus, Ja, want nu raken we uit. Wat is het nut van die munten? Daar komen we toch niet omheen om daar. Want dat je rijk wil worden, speculeren, dat kennen we al heel lang. Dat doen we al met andere. Voordat er cryptomunten waren, deden we het ook met andere zaken. Maar wat is dan de waarde van die munten? De waarde is een generieke term natuurlijk. Hè? Dat is wel een terechte vraag, maar dat moet je misschien even goed definiëren. Als we nou eens gewoon eens beginnen bij Bitcoin, want dat is toch voor de meeste mensen wat ze kennen. De oermunt. Dan zou je kunnen zeggen, en daar gaan ongetwijfeld mensen wat anders van vinden, maar ook weer gewoon om even een bepaalde visie uit te zetten, dat Bitcoin op het monetaire niveau een soort goudstandaard zou kunnen zijn, digitale goudstandaard. Hè. Maximaal 21 miljoen munten, dus een digitale begrenzing. En dat zou je een bepaalde waarde kunnen toekennen. Mm-hmm. Hm? Mm-hmm. En in feite is dat nu ook wat Bitcoin op dit moment is. En daarbovenop wordt dan vervolgens een betaalsysteem gebouwd. Dat noemen ze dan Lightning. En goed, ook daar zijn ze al heel lang mee bezig. Daar hebben we in de reguliere markt natuurlijk nog niet zoveel van gezien. Maar dat zou dan het betaalfunctionaliteit kunnen hebben. Dus dat zijn twee verschillende dingen van waarde. Dus aan de ene kant heb je de monetaire waarde. Mm. En aan de andere kant heb je dus het uitdrukken van eigendom op een digitale manier. En dat dan ook vervolgens peer-to-peer kunnen uitwisselen. Dat is tamelijk uniek. Ik weet niet of we daarop in kunnen willen gaan. Maar je kunt dus crypto maakt double spending. Ja. Voorkomt dat. Zeker. En dat is tamelijk uniek. Maar goed, daar heb je misschien die goudstandaard niet per se voor nodig. Nee. Dus die dingen kunnen uit elkaar getrokken worden. Ja, het was tamelijk uniek, maar nu weten we hoe het moet. Dus worden er ook allerlei nieuwe munten gecreëerd waarin dit soort elementen komen. Ja, en met centrale partijen precies. Ja, dat gebeurt. Ja. Er zijn allerlei variaties mogelijk. En die zie je dus gewoon nu. Het is een groot experiment wat mij betreft. Dat zie je nu ook gewoon En de waarde die komt dus voort uit die eigenschappen van dat geprogrammeerde muntje, dat netwerk eigenlijk, om die transacties. Dan is even de vraag over welke waarde je het hebt. Ik weet niet of jij daar nog iets Of ik denk onder andere, dus ik denk dat initieel de waarde van de munt bepaald zou moeten worden op basis van de technologie en innovatie die erachter zit en de potentiële waarde die dat kan bijdragen op de lange termijn. Ik denk dat er naast dat aspect mogelijk ook munten waarde krijgen door het netwerkeffect wat ze hebben, door het gebruik, door de omvang van het aantal mensen wat een bepaalde munt gebruiken. En dat er dus meerdere aspecten zijn die de potentiële waarde van een munt kunnen beïnvloeden. Ik denk, ik ben het met jullie eens dat er zeker op dit moment heel veel verschillende munten/projecten zijn. En ik denk als je deze munten gaat vergelijken, dat het eigenlijk allemaal andere initiatieven zijn om nieuwe innovatie te gaan realiseren. En bepaalde van die munten zullen mogelijk de toekomst niet halen. Die zullen van uiteindelijk blijken dat ze nieuwe dingen hebben geprobeerd die niet voldoende toevoegen, waardoor ze op lange termijn mogelijk niet overleven. Maar ik denk dat je het moet zien als allemaal nieuwe initiatieven die bepaalde innovatie proberen te realiseren op hun eigen manier en die eigenlijk allemaal net een klein beetje van elkaar afwijken. Mm, zeker. Nee, en als je naar de geschiedenis kijkt, zeker van Bitcoin, is natuurlijk interessant dat net na de financiële crisis of nog net erin, dat Bitcoin gelanceerd is als alternatief voor het bancaire stelsel. En daar zie ik zelf een toegevoegde waarde, dat je inderdaad alternatieven hebt en dat mensen kunnen kiezen. Dus dat op zichzelf een disciplineerd effect kan hebben op de monetaire autoriteiten. En ik denk ook dat gedeeltelijk die boom van crypto komt gewoon omdat er heel ruim monetair beleid is gevoerd. Dus dan gaan mensen inderdaad lage rente, ruim monetair beleid. Nou, geen rendement op je geld, dan gaan mensen op zoek naar alternatieven. En nu dreigt het eigenlijk om te keren. Nu gaan de rentes omhoog, is er wel inflatie. Nou, dat betekent ook dat je bitcoins minder waard worden. En nu lijken mensen er uit te vluchten in ieder geval gedeeltelijk. Nou ja, als er nou inflatie zou zijn, dan zou je bij uitstek denken, theoretisch, dat dan juist die bitcoin in waarde zou gaan stijgen. Gebeurt niet. Gebeurt met goud ook niet altijd meteen. Nee. Dus, maar dat we weten niet. We zijn pas 10 jaar bezig. Hè? Nou, dat is het kleine 13 jaar zijn we nu bezig met bitcoin. Dus het is ook veel te kort om daar nu allerlei conclusies aan te verbinden. Mm-hmm. Denk ik. Ja. Dus alles is nog mogelijk. Ja.
Zeker. En, maar wat is het nou? Want je kunt er elkaar mee betalen. Maar je schetst net ook van dat is niet waar de meeste mensen het voor gebruiken. En als je het, nog niet. Nog niet. Is de waarde van Bitcoin uiteindelijk ook een betaalsysteem? Nou, dat is de vraag. Dat is nu dus eigenlijk niet zo. En dan gaan mensen zeggen je wel Lightning. Maar dat gebruikt natuurlijk relatief niemand. Het zou het op termijn kunnen worden. Alleen dan heb je dus weer dat anker, dus met goud heb je natuurlijk een vast stelsel. Zeker, ja. En we zitten nu weer in een MMT-economie, waarbij we juist aan het verruimen zijn. Idealiter wil je soms verruimen en soms verkrappen. Bitcoin heeft het gewoon vastgezet. En ik ben daar geen voorstander van. Puur op basis van dat we in de geschiedenis daar slechte voorbeelden van kennen. Deflatoir geld, dat is niet bevorderlijk voor een economische ontwikkeling. Andere mensen hebben er andere ideeën over. Maar dat maakt Bitcoin wel wat waard, net zoals goud ook een waarde heeft. En dan zou je kunnen zeggen, en dan puur kijken weer naar die 21 miljoen, hè, dus heb ik het niet over die betaalfunctionaliteit. Dan is Bitcoin misschien wel heel interessant, want je kunt het gewoon, ik kan dus mijn waarde peer-to-peer naar jou sturen, ik kan het de grens overnemen, het gaat niet verloren, ik kan het makkelijk opslaan. Dus het heeft in die zin allerlei aspecten die goud niet heeft. Ja. Dat zou. Ja, en als je het gewoon ziet als één private asset of één private vorm van liquiditeit, dan is het één van de velen. En dat is vaak met Bitcoin. Mensen zeggen dat het enige systeem op deze wereld moet worden. En dat is natuurlijk een heel onderzoek. Ja, maar die gaan dan ook niet betaalfunctionaliteit. Ja, precies. Dan ga je daarin. Dan zeg je, de ook overheid moet er accepteren, iedereen. Dan wordt het een heel ander iets. Maar je zegt, het is één van de vele dingen. En op dit moment is dat het. Ja, precies. Ja, maar qua asset is het ook, want jij bent belegger. Hè? Je belegt dan het geld van andere mensen in die meerdere, in zo'n marge. Ja, ze doen het eigenlijk zelf. Ze doen het eigenlijk zelf, maar... Ik faciliteer het. Ik neem dat je waarde toevoegt voor ze. maar het is wat dat betreft ook gewoon een geweldig marketingverhaal. Van, we hebben iets, we gaan het in de digitale wereld. We noemen het digitaal goud. Dat is een prachtig verhaal. We hebben iets van waarde, want er zijn er maar 21 miljoen van. En vervolgens kopen de mensen het en... ontstaat die waarde ook, omdat er gewoon heel veel geld rondgaat in onze economie. En rijke mensen denken van ik ga ook dat kopen. Want in die zin is geld dus een sociaal construct, zou je kunnen zeggen. Dus dat is hier dan deels mee bevestigd. Ja. Maar ik vind het moeilijk om die stap van dat het een mooi verhaal is en je kunt het kopen. En als andere mensen ook dat verhaal geloven, dan wordt het dus meer waard, speculatief. Maar juist, ik ben op zoek naar die toegevoegde waarde, want het betaalsysteem... Zoals als we het nu gebruiken als betaling, is het vaak dat je het omwisselt. En dan sommige bedrijven bieden dan ook een kaart dat je het gewoon tijdens de transactie wordt het omgewisseld. Maar dan is het gewoon dan komt die unit of account, de rekeneenheid, die moet natuurlijk stabiel zijn. Net zoals een centimeter moet stabiel zijn. Als jouw centimeter groter is dan die van mij, dan wordt het ingewikkeld. Kilo's. Dat is met geld in feite ook zo. Dus en dan komt de rekeneenheid weer om de hoek en die wordt toch in mijn optiek ingegeven door de overheid. Die heeft de monetaire kracht. Alleen, en dat hier nu met Central Bank Digital Currency, willen ze dat eigenlijk alles pakken. Maar dan is de vraag, je wil natuurlijk die voorkant, die front-end, die betaalfunctionaliteit, zeg maar het spectrum waar Mark meer in zit, die wil je heel decentraal, lokaal op de grond houden, zou je kunnen zeggen. En dan zou crypto mogelijk mogelijkheden kunnen bieden om dat te faciliteren. Ja, laten we zo naar de toekomst gaan. Laten we eerst even stilstaan wat er de afgelopen maanden in de cryptowereld gebeurt. Hoe zien jullie dat? Ik denk dat er in de afgelopen maanden hartstikke veel events in de cryptomarkt zijn geweest. Ik denk dat eigenlijk sinds begin van 2022 geldt dat de waardeontwikkeling van crypto's negatief is geweest. En dat het ook best wel hard naar beneden is gegaan. Ik denk wel dat het een wereldwijde trend is, niet alleen ten aanzien van crypto's, maar eigenlijk sinds centrale banken eigenlijk zijn begonnen om niet een rentepercentage nog verder naar beneden te halen of eigenlijk nog meer geld bij te printen, maar eigenlijk stapsgewijs zijn begonnen om rentepercentage te verhogen, dat geld meer waarde heeft gekregen dan daarvoor. En dat eigenlijk zowel de aandelenmarkt, bijvoorbeeld de Nasdaq, heel hard naar beneden is gegaan, dat er nu toch steeds meer geluiden zijn dat mogelijk de vastgoedmarkt toch wat stabieler gaat worden. En dat ook de cryptomarkt aanzienlijk naar beneden is gegaan. Ik denk dat het een trend is geweest gedurende de afgelopen 4-5 maanden. En ik denk dat die trend nog een keer in de stroomversnelling is geweest. Als de stroomversnelling is gekomen door recente ontwikkelingen bij cryptopartijen. Die toch hun huiswerk niet helemaal goed op orde hadden. En tegen bepaalde liquiditeitsissues aanliepen. En wat gebeurde daar? Of wat is daar gebeurd bij deze bedrijven?
Of ik denk dat er in de markt verschillende bedrijven zijn geweest die zelf vrij veel exposure aan de cryptomarkt hadden. En uitstaande verplichtingen hadden naar klanten of derde partijen. Terwijl ze niet altijd voldoende liquide assets hadden. Of die assets in waarde afgenomen waren. Waardoor ze niet meer aan hun verplichtingen aan derden konden voldoen. Ik denk dat we dat in de afgelopen tijd bij verschillende platformen hebben gezien. Die daardoor in eventuele problemen zijn gekomen en genoodzaakt waren om hun dienstverlening tijdelijk te pauzeren. Mm-hmm. En ik denk dat dat een gigantische impact geeft op het vertrouwen van klanten of derden in deze markt. Het is natuurlijk al een nieuwe markt, is in een bepaald opzicht altijd spannend. En als daar dingen in gebeuren die verkeerd gaan, kan het een gigantische knauw geven aan het vertrouwen van deze nieuwe markt. Precies, dan de slechte partijen beïnvloeden ook de partijen die goed gemanaged worden. Of dat weten we dan eigenlijk niet meer, dat onderscheid. Of het beïnvloedt in ieder geval het sentiment en het vertrouwen in de markt. Dus ik denk dat als je partijen hebt waar bepaalde dingen verkeerd gaan, dat het voor klanten best lastig is om te onderscheiden waar iets goed gaat of verkeerd gaat. En dat je daardoor per definitie risico-averser gaat worden. Zeker gegeven dat de koersen door de huidige monetaire ontwikkelingen mogen sowieso naar beneden gaan. Mm-hmm. Dat is waar, maar wat jij zegt denk ik is ook wel waar. Dat zie je natuurlijk in de reguliere sector ook. Dat als er ergens iets in klapt, dan kan dat een enorm effect hebben voor partijen waar je van eerste instantie zou kunnen zeggen, daar is nog niet zoveel aan de hand. Ja. Dat is in crypto natuurlijk maal 10. Dat klopt. Dus het kan maal 10 omhoog en maal 10 naar beneden. Maal 10 omhoog. En dat zien we natuurlijk ook gebeuren. En dat is dus risicovol. Dat zal ook niemand ontkennen. Dat zal denk ik wij ook niet ontkennen. Maar hoe manage je dat zelf dan, die risico's? Ik kan me voorstellen dat het best spannend is. Ja, zeker voor jou eigenlijk. Nou, wij doen een passieve strategie, dus dan valt er niet zoveel te managen. Dan leg je daar eigenlijk feitelijk bij neer. En daar informeer je klanten ook over. Dus als die markt, wij staan nu ook gewoon onder water dat hoort bij het spelletje. Een kleine kanttekening die ik erbij wil maken is dat heel veel mensen hebben het over die luchtbel in crypto. En dat is allemaal verschrikkelijk. Maar je kunt het ook een beetje als een research en development afdeling van een groot bedrijf zien. Ja, daar moet ook heel veel geld in. Mm. En ik ken geen exacte percentage, maar ik zou me kunnen voorstellen dat een significant deel verdwijnt aan onderzoek en dergelijke waar je uiteindelijk niks mee doet. Maar dan is de hoop dat er een paar mooie dingen uitkomen. Zo is de cryptowereld in feite ook. Dat geld moet er ook in. Omdat al die slimme mensen en al die developers en al die mensen de hele dag tijd moeten hebben om daar experimentele en projecten maar, te doen. Maar dat was net jouw vraag. Ja, want wat wordt dan research en development? Want als jij zegt er gaat veel geld in, dan zie ik persoon A die biedt en persoon B die incasseert het geld en die belegt weer in een ander. En samen drijven we de prijzen op, maar dat geld gaat er dan rond tussen mensen die er onderling verhandelen. Ja. En alleen die IPO's, alleen dan de ICO's, daar zeg je, ik geef een nieuwe munt. Kun je even uitleggen wat dat zijn? Een ICO is eigenlijk als een IPO in de normale wereld, een public offering, dat je iets nieuws uitgeeft. Normaal geef je dan een aandeel uit, heb je een initial coin offering van het bedrijf. Hè? En bij zo'n munt geef je een nieuwe munt uit, maar daar zit vaak dan niet per se een aandeel achter. Je hebt geen brochure van hier investeer je in. Je denkt gewoon, waarschijnlijk gaat die munt ook omhoog. Of je denkt dat er een bedrijf achter zit dat er iets mee gaat doen. En dan is het dan research and development. Maar ik ben benieuwd hoeveel van dat geld wat rondgaat gaat echt naar die research and development. En wat gebeurt er dan daadwerkelijk? Want wat is dan die waarde? Ja, ik denk dat heel veel van dat geld wat rondgaat, wat niet te ontkennen is, dat gaat daar naartoe. Want er zijn allerlei blockchain-initiatieven en de een zal wat meer credible zijn dan de ander. En de bedoeling is dat uit die hele grote groep natuurlijk uiteindelijk een aantal projecten blijven drijven waarvan we allemaal kunnen zeggen, dit is een goed systeem. Mm-hmm. En daarvan zeg ik toch, de meeste projecten zijn pas een paar jaar oud. Dus daar kunnen we nog gewoon niet zoveel van zeggen. Daar moet je ook de tijd voor nemen. Dat geldt wel voor meer initiatieven die we ontplooien in onze maatschappij. En het is zeker zo dat daar natuurlijk ook wat geld wegvloeit naar bepaalde initiatiefnemers. Ja, dat is natuurlijk zo, maar dat heb je met grote bedrijven misschien ook wel zo. Ik wil dat niet meteen één op één lijstje nemen. Maar voor de dotcom-bubbel, er waren heel veel techbedrijven die van allerlei mooie dingen beloofden. Nou, een aantal hebben het inderdaad overleefd. Dat is eigenlijk wat je zegt. Hè. Als je in Microsoft of Google had gezeten, had je het goed gedaan. Maar dan is het misschien goed om een aantal voorbeelden te noemen. Gewoon concrete bedrijven die iets aan het ontwikkelen zijn in die blockchain-wereld, in die Web3-wereld, die deze potentie hebben. Waar je echt iets aan hebt.
Ja, maar dat wil jij nu weten. Maar toen wij in de .com-bubbel zaten en met Google, dan zei je waarschijnlijk ook van, nou, daar kan niet zoveel mee. Maar toen had je wel al bedrijven, daar kon je van zien, die zijn een... Oh ja, is dat zo? Maar dan had iedereen daar toch wel in belegd. Dat is natuurlijk niet het geval. Maar je kon toen wel zien, er gebeurt iets. En er is hier een dienst, bijvoorbeeld Amazon, die bieden zaken online aan, dan kan je kopen. Dan Microsoft ook wel. Microsoft maakt software met een interface. Dus je kon al zien dat daar wel producten... En dan weet je natuurlijk niet, wordt Apple de computer die het gaat, de beste gaat worden? Maar je zag wel, er werd iets van waarde. En daar ben ik hier nou op zoek. Ja, ik wil niet, misschien wil jij er iets op zeggen. Laten we dan Bitcoin als voorbeeld nemen. Ik denk dat de developers achter het Bitcoin-project hartstikke hard bezig zijn om te kijken of ze de technologie erachter alsmaar beter en efficiënter kunnen maken om nog veiliger die munten uit te geven en in stand te kunnen houden. En separat eraan kijken of ze een betaalsysteem op dat netwerk nog efficiënter en beter kunnen maken. Mm. En ik denk dat dat is de innovatie die plaatsvindt. De innovatie die er plaatsvindt is dat er geprobeerd wordt om een potentieel efficiënter betaalsysteem neer te zetten. Ja. En dat is de mogelijkheid die er mogelijk geven voor de samenleving. Ja. En de tijd zal moeten uitwijzen of dat er over 10 jaar nog is, of dat het daadwerkelijk zo groot geworden is als sommige mensen denken. Maar dat is wat er geprobeerd wordt. Mm-hmm. En dat geldt denk ik voor vele munten of vele projecten, dat de developers achter het betreffende project bezig zijn om een bepaalde innovatie te realiseren door te innoveren in het betreffende blockchain die ze gebruiken of de toepassingen die ze daarmee willen realiseren. En de tijd zal moeten uitwijzen welke van die projecten toekomstbestendig zijn en succesvol zullen worden. En ik had je graag nu willen aangeven welke 5 projecten dat gaan worden. Dat zou ik ook wel prettig vinden, want dan zou ik daar niet Nee, maar dat is juist... Dan zou je een andere strategie hanteren. Kennelijk wist je dat in de .com-bubbel, wist je dat wel? Dat verbaast me. Dat zei ik niet. Nee, maar daar kon je... Ik vind juist zo'n goed verschil. Dat wordt er namelijk heel vaak bijgehaald, die internet. Maar daar kon je wel zien dat er iets van waarde kreeg. En hier is voor mij... Mag ik 1 voorbeeld geven? Ik denk bijvoorbeeld met internationale transacties, dat je zeker kunt zeggen dat het om het via Bitcoin te doen, dat het veel goedkoper is dan via het bankaire stelsel. Ja. Of ik denk als je dat als... Dat is een goede use case. Dus een use case die volgens mij gewoon waar is, wat gewoon klopt. Maar dan is de vraag, en ik denk in die zin dat al die private munities heel goed hebben gedaan, die hebben eigenlijk die centrale banken wel gezegd, en politici, dat het publieke geldstelsel, dus het publieke geld alleen fysiek aanwezig is, dat het gewoon heel erg ouderwets is. En het was volgens mij afgelopen week dat de Bank of International Settlements, die presenteerde een visie over verschillende, over een netwerk eigenlijk van al die, nationale central bank digital currencies aan elkaar moeten worden geknoopt en dat het dan tot een veel efficiënter en veel goedkoper betaalsysteem zou kunnen worden. Maar dat lijkt toch heel erg op wat die Bitcoin developers aan het ontwikkelen zijn, maar dan alleen puur privaat geld? Onder andere. Dus ik denk dat bijvoorbeeld ze dat initieel bij Bitcoin hebben geprobeerd en nu nog steeds proberen om daarmee een betaalsysteem neer te zetten wat niet door centrale banken wordt beheerst. Mm. Wat daar een initiatief is geweest. Ik denk dat er vele andere munten of projecten zijn geweest die vergelijkbare doeleinden hebben gehad om te proberen en dat net op een andere manier hebben vormgegeven, welke er allemaal voor hebben gezorgd dat er op grote schaal is geëxperimenteerd welke van die verschillende mogelijkheden het beste werkt. Mm. Wat er denk ik toe leidt dat er aan de ene kant heel veel verschillende soorten van betaalsystemen naast elkaar getest worden. Daarnaast denk ik dat het voor bepaalde concurrentie tussen die munten zorgt om eigenlijk ook nog sneller te innoveren. En ten derde zorgt het ervoor dat het niet alleen binnen die hele cryptomarkt geïnnoveerd wordt, maar dat tegelijkertijd private banken, centrale banken, ook gestimuleerd worden om eindelijk weer te gaan innoveren. En dat geldt voor het betaalsysteem, maar dat geldt denk ik voor veel meer projecten. Ik denk als je kijkt naar wat er geïnnoveerd wordt met behulp van smart contracts of andere technologische mogelijkheden, mm-hmm. dat er vele verschillende vormen van innovatie plaatsvinden die uitgevoerd worden door meerdere projecten. Mm-hmm. Ja, ik kan me daar wel in vinden. Ik heb dat rapport ook gelezen waar jij aan refereert. En dan hadden ze het over die bomen die dan vertakkingen hebben en dan in die takken zouden internationaal die verbanden worden gelegd. En dat ziet er op papier natuurlijk mooi uit, maar in praktijk weten we dat het allemaal een beetje anders werkt. En dan is mogelijk crypto / blockchain technologie een toegevoegde waarde. En dat zie je eigenlijk nu, jij beschrijft het, dat zie je dus nu gebeuren. Op zich is dat natuurlijk al heel wenselijk. Ik denk dat je dat wel met ons eens bent. Zeker.
En ja, nou, en dan, ja, maar we zijn, ja, ik herhaal het een beetje. We kunnen natuurlijk, het is heel exploratief. Ik denk niemand aan tafel weet hoe dat er exact uit gaat zien. En dat rapport wordt misschien ook alweer herschreven. Precies, maar daar proberen we eens over na te denken. Laten we dan naar de toekomst gaan. Dus ik denk, dus centrale banken werken aan publieke digitale munt. We hebben hier de afgelopen weken vrij vaak over de digitale euro in het eurogebied gesproken. Ja. Stablecoins noem je het al. Kun je schetsen waar je denkt dat het heen gaat de komende jaren? Ik kan een poging doen. Graag. Dus in tegenstelling tot Thomas weet ik nog niet precies waar het heen gaat. Maar ik denk dat ik wel een schets kan doen. Dus als ik kijk naar waar waarde kan worden toegevoegd voor de samenleving, dan denk ik nu dat, ondanks dat we een relatief efficiënt betaalstelsel hebben in Nederland, dat het nog steeds beter kan. Dus helaas is het nog steeds zo, als je gelden binnen Nederland van bank A naar bank B wilt overmaken, dat nog niet voor alle banken geldt dat het dezelfde dag op de andere rekening staat. Ga je dat binnen Europa doen, kan het tot meer dan 2 dagen werkdagen duren. Wij merken dat als bedrijf, dat als wij gelden, als klanten uit andere Europese lidstaten gelden naar ons bedrijf overmaken, dat het in sommige gevallen 2 tot 3 dagen kan duren. Als je bepaalde betaalmethodes gebruikt, die door betaalde dienstverleners worden aangeboden, betekent dat in sommige gevallen dat er ruim 1 tot 2% van de transactiewaarde wordt afgeroomd. Laat staan als we het hebben over intercontinentale betalingen van Nederland naar de Verenigde Staten, waar je ook nog FX-kosten hebt om euro's naar dollars om te wisselen. Wat eigenlijk een heel inefficiënt systeem is in onze optiek. Zeker. En ik denk wat je nu ziet, is dat er steeds meer initiatieven of projecten zijn die met private stablecoins komen. Bijvoorbeeld binnenkort wordt EuroC uitgegeven. Dat is een euro stablecoin uitgegeven door Circle. Die bezig is om een stablecoin uit te geven die gebruik maakt van de Ethereum blockchain. En waarmee het mogelijk is om een soort van vrijwel instant transacties binnen Europa te verrichten van iedereen die gebruik maakt van dat netwerk. En ik denk dat je daar waarde kan toevoegen voor de samenleving om dat betaalsysteem waar iedereen gebruik van maakt nog sneller, efficiënter en ook betrouwbaarder te maken. En ik denk dat dat voorbeelden zijn van de mogelijkheden die deze technologie in deze markt biedt. En ik denk dat. En misschien even goed om uit te leggen hoe die stablecoin gaat functioneren? Ja, dus dat is een terechte vraag. Dus die stablecoin wordt door Circle uitgegeven, die gesteund wordt door BlackRock. Dus BlackRock is een van de grootste investeerders in Circle. Zij ontvangen eurogelden van mensen die betreffende munt willen geven of willen kopen. Of derde partijen die dat namens Circle uitgeven. Wij gaan dat mogelijk met ons bedrijf Bitfavo ook doen. Dat wij het aan onze klanten mogelijk maken om die betreffende euro stablecoin te kopen. Die betreffende eurogelden die daarvoor worden ingeleverd, die gaan naar Circle toe. Ja. Circle zal daar, net zoals private banken of andere partijen, zal daar staatsobligaties of andere aspecten verkopen. Je kan dat ook zien in hun audit rapportage die ze elke maand of elke 3 maanden uitgeven, ja, hoe die gelden worden geïnvesteerd. En die dienen als dekking om ervoor te zorgen dat de euro stablecoin stabiel is. En vervolgens kun je eigenlijk die waardes gebruiken om via een veel efficiënter systeem overdracht te laten plaatsvinden. Dus in plaats van dat je nu gebonden bent om van het SEPA-netwerk gebruik te maken, heb je in één keer de mogelijkheid om met behulp van blockchain-technologie waardes binnen korte tijdsperiodes over te maken, bijvoorbeeld binnen heel Europa. En dat is denk ik een voorbeeld waarmee we de samenleving verder kunnen helpen en efficiënter kunnen maken. Maar dan is het eigenlijk het probleem wat je oplost, is dat internationale betalingen via banken gaan inefficiënt. Ja, in dit specifieke geval wel. En is dan, maar heb je daar dan dat hele netwerk van al die munten voor nodig? Want nu ontstaan er ook weer allerlei andere tussenpartijen. Jullie zitten ertussen, je moet het ook weer omwisselen. Zeg maar, kan het niet, als dit het grote probleem is, kunnen we dat dan niet op een eenvoudigere manier dan deze hele crypto... Mogelijk, maar... Welke manier zou je voorstellen? Nou ja, op dit moment heb je die banken. Je zegt eigenlijk, banken kunnen internationaal niet goed het verkeer doen. Nou, we hebben al een central bank betalingssysteem. Dus als je die munt zou gaan gebruiken, heb je gewoon een euro. Dan hoeven we niet eerst om te wisselen van euro naar een andere munt. Dan weer naar een andere partij. Dus ik zie daar zeg maar een nieuw ecosysteem ontstaan. Terwijl ik denk, nou, misschien kan het wel veel eenvoudiger op die manier. Bijvoorbeeld met een central bank digital currency. Ja, en als dat het probleem zou oplossen,
dan zou dat ook mooi zijn. Dan zou dat ideaal zijn. Maar helaas is dat in de afgelopen decennia nog steeds niet gebeurd. Ik ben het zeer met je eens, zeker. Dus uit het publieke domein is die innovatie niet gekomen. Nu zijn private partijen eigenlijk aan de slag gegaan. Maar ja, en ik denk dat daar ook mooi is om te zien dat juist nu private partijen eigenlijk in die behoeften van de samenleving inspelen en zeggen van, hé, wij zien dat dit niet efficiënt is en we zien dat er mogelijkheden zijn dat ze daar inspringen. En misschien is het eindscenario wel dat centrale banken dat nog efficiënter en beter kunnen doen. Maar mogelijk hebben we wel deze zijstap nodig om daar te komen. Ja. En ik zeg niet dat dat de beste oplossing is, maar je ziet nu in ieder geval dat met behulp van deze technologie naar oplossingen wordt gezocht om het probleem op te lossen. En dat naast dat daarmee een mogelijke oplossing wordt aangedragen, dat tegelijkertijd de rest van de markt wordt uitgedaagd om ook proactief over dit probleem na te denken. En daar wordt iedereen beter van. Maar dit is zo'n simpel iets. En ik zie zeg maar dat hele ecosysteem wat er nu is ontstaan, denk ik, hebben we dat... als dit het probleem is, ik zie het dan meer als een... Al die andere dingen zijn ontstaan om te speculeren. En dit is een van de toepassingen waar... Dit zou dan een van de Amazons kunnen zijn. De partij die straks het allerbeste internationale betalingen regelt, gaat gewoon serieuze competitie op de banken voeren. Ik zie het ook overbaan in bepaalde projecten waar dus applicaties op draaien. Hè? Ja. Dus blockchain applicaties met micropayments. Ja, god, als je dat allemaal straks met een central bank digital currency zou kunnen oplossen, dan leven we in een ideale wereld. En dan... Dan kom ik jouw kant op, dat zou fantastisch zijn. Maar dat is misschien niet zo reëel. Een bijkomend aspect is natuurlijk dat je, want we hebben het nu heel erg over de techniek, maar als we straks allemaal die central bank digital currency gaan krijgen, dan krijgen we ook vraagstukken over privacy en wie zit er allemaal aan de knoppen. En dan denk ik, maar ook dat weet ik niet zeker, is dat naarmate je die centralisatie ziet, die je nu in Europa natuurlijk wel ziet, ook politiek, juridisch en op monetair niveau, mogelijk ook altijd een tegenhanger, een behoefte zal zijn vanuit de bevolking voor een soeverein alternatief. Ja. En dat kan ook een bepaald effect genereren, zoals een waterbed. Dus, nee, maar ik denk dus dat disciplinerend effect, dat eigenlijk cruciaal is. Eigenlijk in het digitaliseren. Dus publiek geld is niet gedigitaliseerd. Nou, dan gaan private partijen aan de slag, maar met een omweg eigenlijk doen, zo'n stable eurocoin. En misschien ook met die kenmerken van geld. Als de ECB zegt, wij gaan allemaal rare kenmerken, of we gaan het geld programmeren, je mag er niks mee doen. Nou, dan gaan we mooi privaat geld gebruiken. Dus daar ligt alleen al door het te zijn, wordt het minder waarschijnlijk dat ze het gaan doen. Nou, ik denk dat misschien wel de essentie zou kunnen zijn van die crypto. Het kan ook nog zo zijn dat je dus straks een situatie krijgt waarbij dus inderdaad de central bank digital currency wordt uitgegeven door de central bank. Ja. Maar dat al die applicaties en die blockchain technologieën aan de voorkant zorgen dat die uitwisseling plaatsvindt. En dat we dan toch wel gebruik van maken van dat soort systemen. En wat is er dan over van die oorspronkelijke gedachte van Satoshi? Die heeft een paper gepubliceerd. Die zegt, we gaan tegenover dat bankensysteem gaan we iets anders zetten, decentralized. En wat je nu ziet, is dat er allerlei grote partijen, Coinbase. Je hebt grote beurzen die eigenlijk de nieuwe banken zijn en die dus wel dan het positieve wat het heeft gebracht is dus die technologische innovatie dat je dan efficiënter internationale betalingen kan doen, kan veel sneller. Maar daar heb je ook er is ook veel ontstaan wat een speculatieve markt is en allerlei muntjes waar je van kan denken, nou ja, hebben we daar echt wat aan? Dat is daarbij en dat gaat dan misschien ook weer weg, misschien blijft het, want mensen vinden het leuk om te gokken. Maar wat blijft er over? Want je ziet al dat die grote banken, JP Morgan, die zeggen, nou, dat bedrijf, die hebben het goed gedaan. Daar gaan we even in investeren. Die nemen we over en die wordt onderdeel van ons conglomeraat. Dus wat is er over van die oorspronkelijke revolutie? Revolutie. Het is maar net wie en dan wordt het al op een gegeven moment heel erg glad ijs. Maar wie dan Satoshi is en hoe je de white paper leest. Daar is veel discussie over. Maar goed, laat ik even bij de basis. BTC, de huidige Bitcoin. Die willen dus die goudstandaard. En in dit voorbeeld wat we dan nu omschrijven, is ik zou niet zeggen niks van over, maar dat komt dan niet tot volwasdom. Maar dat zou dan wel dat alternatieve digitale goud kunnen zijn. Ja. Dus Bitcoin zou in dat kader prima nog door kunnen stijgen naar 100.000 of 500.000 euro per Bitcoin. Want dat past prima in het stelsel. Alleen je zal dan niet gaan zien dat iedereen met Bitcoin gaat betalen. Althans niet zoals we het nu bespraken. Mm-hmm. Maar ik denk ook niet dat Satoshi alles heeft kunnen voorzien.
dat is nu al duidelijk dat er natuurlijk allerlei aanpassingen zijn. Dat is een organisch proces. Mm. Ook daarvan zeggen mensen, is een groep die zegt, nee, het is precies zoals in de white paper, zo moet het blijven. Maar de huidige Bitcoin heeft al heel veel iteraties gehad en ontwikkelingen. Omdat, ja, het is natuurlijk heel moeilijk om dat allemaal van tevoren te voorzien. Dus dat is ook, ja. Ik wil nog wel even terug naar die stablecoins. Dus je hebt net vrij goed uitgelegd wat een stablecoin is. Dus je geeft geld uit, je krijgt deposito's, je gaat er obligaties mee kopen. Maar nog even iets duidelijker, want dat is wel... Verschillende stablecoins, hè? Want het gaat erom dat je in die digitale wereld een munt kunt gebruiken die precies $1 of €1 waard is. Hè? Want dat is de currency waar we dan die transacties in doen. Stabiliteit. En er zijn partijen die zo'n munt uitgeven, dan geef jij hen $1, krijg je zo'n digitale munt. Die kan je vervolgens gebruiken voor transacties. Nou, dat is, je hebt dus twee vormen. Je hebt decentrale en centrale stablecoins en algoritmisch. En dat is vaak algoritmisch of met onderpand, collateral. Nou, ik weet niet of jij daar wat... Of ik kan nog veel vertellen. Ja, want onderpand is wat ik net zeg. Dan stort je daadwerkelijk $1 op een bankrekening. Die houdt Maar dan wordt er iets mee gekocht. Dat is ietsje meer. Dus er wordt risico genomen. Ja, en dan wordt het misschien geïnvesteerd. Maar je hebt dus ook nog een andere. En daar wordt het algoritmisch wordt de koers op $1 gehouden. Of ja, en dat is misgegaan nu met Terra Luna stablecoin onlangs. En de vraag die ik eigenlijk wilde stellen. Dus hoe moet dat gereguleerd worden? Of moet dat gereguleerd worden? Ik denk dat dat wel gereguleerd moet worden. Daar ben ik wel een voorstander van, ja. En hoe denk je dan? Nou, om in ieder geval gereguleerd... Ja, laten we het voorbeeld nemen. Je hebt bijvoorbeeld DAI, dat is een stablecoin... en die werkt met collateral onderpand. Ik geloof 150%. Dus dan moet je 150% een waarde als onderpand inleggen... en dan kun je één waarde terugkrijgen. Even dit voorbeeld. En als dan dat onderpand... dan moet je dus in stand houden. En met Luna, UTC, UST, was een ander systeem. Ja, goed, dat leent zich misschien niet helemaal om dat helemaal te gaan uitleggen. Maar het moraal van het verhaal, denk ik wel, is dat toen de muziek uitging en de markt afkoelde, bleek die munt gewoon niet stabiel. Ja. Want iedereen wilde er vanaf. En er was dus helemaal geen markt waar je daar... Er was geen markt meer voor. Ja. En toen implodeerde het hele zaakje. Nou, en dan zou je kunnen zeggen... Nou, dat is dan het risico van die mensen die daarin hebben geïnvesteerd. Dus dat is gewoon de vrije markt. Ja, en dan zou je natuurlijk ook kunnen zeggen... Daar hebben we dus toezichthouders. Dus dan, nou, nee, dat moeten we niet willen. Dat moeten we voorkomen. Dus daar moeten we toezicht op houden. Ja. Nou ja, zeg maar. En volgens mij dus banken doen eigenlijk hetzelfde. Ze beloven ook dat je het kunt inwisselen. Je kunt het altijd weer gebruiken, hun eigen geld. Maar zij hebben deposito garantiestelsel en toegang tot de centrale bank. En dit soort stablecoins dus niet. Terwijl het er toch heel erg op lijkt. Het zou heel goed zijn, denk ik, als dit soort applicaties... mogelijk zelfs straks direct toegang hebben tot de lender of last resort. Ja. Want dan zou je echt die koppeling krijgen tussen de monetaire eenheid... en de applicatie aan de voorkant. Maar worden dat soort gesprekken of discussies gevoerd met centrale banken? Nee, dat is vloek in de kerk, denk ik. Dat is op dit moment niet aan de orde. Die directe koppeling? Nee. Bedoel je de directe koppeling of de regulering? Nee, de directe koppeling. Dus inderdaad de lender of last resort, maar ook de regulering. Maar misschien de eerste is het meest interessant. Voor zover ik weet, worden daar nu nog niet door private blockchainbedrijven en centrale banken concreet over gesproken. Ik kan me voorstellen dat soort dingen op termijn best komen naarmate die dingen steeds meer verweven worden. Je ziet in ieder geval wel heel duidelijk dat er vanuit centrale banken en wetgevers gekeken wordt hoe je deze stablecoins moet gaan reguleren. Dus ik denk dat je dat zowel in de Verenigde Staten als in Europa ziet, dat er heel strikt wordt gekeken van oké, hoe moeten we hiermee omgaan? Hoe moeten we ervoor zorgen dat we dit aan de ene kant faciliteren, dat het mogelijk is dat dit soort innovatie plaatsvindt, maar hoe kunnen we aan de andere kant voor zorgen dat potentiële consumenten die gebruik maken van dit soort producten voldoende beschermd en gewaarborgd zijn tegenover eventuele risico's. Of voor zover risico's geaccepteerd zijn, dat ze daar in ieder geval voldoende over geïnformeerd zijn. Ja. En ik denk dat dat noodzakelijk is, maar ook wenselijk is vanuit de samenleving bekeken. Ik denk dat als je dit soort innovatie wil laten plaatsvinden en als je ervoor wil zorgen dat mensen het daadwerkelijk gaan gebruiken, dat het ook noodzakelijk is dat gebruikers er echt vanuit kunnen gaan dat het voldoende gewaarborgd is. Dus ik denk dat je dit soort wetgeving, dat er nu heel erg over nagedacht wordt, dat waarschijnlijk over 2 tot 3 jaar stapsgewijs ingevoerd zal gaan worden. Maar ik denk dat het ook wenselijk is om die innovatie te stimuleren, zodat het steeds beter te omarmen is door de samenleving. Mm-hmm.
En jullie willen zelf zo'n euro gaan uitgeven, een digitale euro? We gaan niet zelf uitgeven, maar we gaan wel andere partijen die dat zelf uitgeven, gaan we faciliteren. Zodat we het voor onze klanten dus heel toegankelijk maken, dat derde partijen die dit soort munten uitgeven en daar helemaal gespecialiseerd in zijn, dat wij dat faciliteren voor onze klanten om gebruik te maken van dat soort munten. En de waarde daarvan is dat je daarmee kan handelen in de cryptomarkten en dat je dus mogelijk internationale betalingen daarmee zou kunnen voldoen. Wordt het daar ook al echt voor gebruikt of wordt het vooral in de cryptomarkten gebruikt? Of deze munten, dit gaat pas eind van deze maand, begin volgende maand uitgegeven worden. Ja. Die van jullie, maar ik bedoel die er nu al zijn dan. Dus als je bijvoorbeeld naar dollar-based stablecoins kijkt, dan denk ik dat je daar, voor zover ik weet of voor zover ik zie, zie dat het voornamelijk wordt gebruikt voor zowel de handel, dus dat bepaalde aanbieders die geen fiat currencies ondersteunen, dat daar vaak heel veel volume plaatsvindt met behulp van stablecoins. Mm-hmm. En ik denk dat ik daarnaast zie dat er best wel veel partijen dit voor internationale betalingen gebruiken. Ook wij zelf verrichten wel eens betalingen in bijvoorbeeld USDC. Als wij naar betalingen moeten verrichten naar de Verenigde Staten, kan het in sommige gevallen sneller of efficiënter zijn om het met dit soort dollar stablecoins te doen, in plaats van zelf het werk dollars over te maken. En dat zien we steeds meer in deze economie. Ja. Hey, en als jullie qua concurrentie kijken van zo'n dollarmunt uitgeven, die wordt dan niet gedekt. Je ziet in de reguliere bankenwereld dat ditzelfde trucje ook wordt gedaan. En daar krijgen financiële partijen krijgen rugdekking van de centrale bank. Is dat niet een hele oneerlijke competitie? Of ik denk dat we één stap terug moeten gaan. Ik denk dat het voor veel stablecoins geldt dat ze wel gedekt zijn. En dat er misschien een paar initiatieven zijn geweest die de ambitie hadden om gedekt te zijn, maar waarbij dat mogelijk verkeerd is uitgepakt of anders is uitgepakt dan ze vooraf hadden gedacht. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om te benadrukken dat het grootste gedeelte van de stablecoins die nu heel erg aan het opkomen zijn, bijvoorbeeld de USDC, bijvoorbeeld een EuroC die binnenkort wordt uitgegeven, dat die eigenlijk allemaal gedekt zijn en eigenlijk op dezelfde mate van dek of dezelfde soort van standaarden aanhouden die ook of die echt een soort van full reserve gedekt zijn. Ja, die hebben dus geen geldscheppende functie in die zin. Ja, precies, maar dan is de vraag, waarmee dekken ze zichzelf? Ja, dus in voorstellen, dus het voorstel van de private depositobank in Nederland, er werden deposito's gedekt door centrale bankreserves. Maar als je geen toegang hebt tot de centrale bank, kun je dat niet doen. Ja. Dus dan is de vraag, net zei je staatsobligaties, nou dat klinkt wel, obligatie klinkt toch wel een beetje als risico. Ja. En dus dan ben je niet volledig gedekt in ieder geval, er zit gewoon risico in, toch? Ja, ja dat klopt. Dus je hebt, ik denk dat, als je kijkt naar de verschillende waardebestanddelen, die je hebt in de economie, dat staatsobligaties afhankelijk van welk land en afhankelijk van wat voor doorlooptijd, een van de meest veilige waardebestanddelen is die er ongeveer zou moeten zijn. En een van de meest liquide waardebestanddelen is die er op dit moment beschikbaar is. Maar je hebt gelijk dat je idealiter direct dit soort waarden zou kunnen stallen bij centrale banken. Je ziet dat bijvoorbeeld in de UK of in Litouwen, waar het voor sommige financiële instellingen mogelijk is om direct rekening aan te houden bij centrale banken. En ik denk dat het wenselijk zou zijn als dat op termijn steeds meer mogelijk is in veel meer lidstaten. Mm-hmm. Ja, dan krijg je die directe koppeling. Ja. Maar het is dus niet zo dat er een stablecoin wordt uitgegeven zoals geld momenteel via de banken wordt uitgegeven. En feitelijk is dat denk ik wel toch nog steeds heel wenselijk. Dat je die liquiditeit genereert op het moment dat het nodig is. Mm-hmm. Ja, dat is een stablecoin. Dit is niet een instelling die zegt, nou, jij krijgt van mij een stablecoin en ik heb een schuld op de balans en dan balanceer ik dat uit. Nee, mm-hmm. Dat is wel een gedekte coin, even los van wat die dekking precies, is. Gedekt, maar precies. Ja. Het is meer als een geldmarktfonds. Die doen dat ook. Die zeggen, je krijgt hier een aandeel in ons fonds en wij investeren dat heel veilig en het is altijd $1 waard, tenzij het crisis wordt. Ja, nou, dat is, ja. Maar dat is dus ook in die zin van, als je geld flexibel wil laten zijn, dan heeft dat dus in die zin geen toegevoegde waarde. Heeft iemand nog een slotopmerking over de toekomst van crypto? Waar denken jullie dat de toekomst van crypto heen gaat? Dat vind ik een moeilijke vraag. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat Bitcoin wel gaat blijven. Want er is gewoon altijd behoefte aan speculatieve middelen om rijk mee te worden. Dus zolang deze markt zo toegankelijk is, je zo makkelijk daar geld in kan stoppen, via een fonds kan investeren, denk ik dat dat gewoon zal blijven. Alleen ik ben wel benieuwd in welke waarderingen
we gaan aanhouden als het... Als die omlaag zouden gaan, dan zou het Bitcoin daarmee natuurlijk dan in dit voorbeeld afsterven. Want dat heeft alleen maar zin als je op zijn minst stabiel dan wel in waarde zou stijgen. Nou ja, ik heb in het hele gesprek, ik vind nog behalve het betalen, hè, dus de competitie met betalingsverkeer, vind ik de intrinsieke waarde van dat hele palet aan munten, ben ik wel... Ik denk zelfs dat het disciplinerend effect, dus dat er gewoon alternatieven zijn, of het nou programmeerbaar is, of dat er heel veel publiek geld wordt gecreëerd, dat het gewoon inflatie krijgt, dat het dan alternatieven zijn, dat het in zichzelf iets goeds is. Dus dat die diversiteit op zichzelf te waarderen is. En dat dan kan de waarde ook naar nul gaan of heel laag worden, maar dan uiteindelijk als het in het publieke geld fout gaat, hebben mensen alternatieven. Dat lijkt mij gewoon een toegevoegde waarde eigenlijk. Alleen dat in de realiteit van wat je nu ziet, is juist dat de hedge-functie niet klopt. Want als de gewone markt omlaag gaan de bitcoin-markten ook omlaag. Dus... Ja, maar daarvoor is het misschien, en dat is ook speculatief, maar dan is het ook te vroeg. Het is nog maar heel jong en we weten niet hoe dat allemaal uit gaat pakken. Dus dat kan op termijn... En we hebben ook gezien, dat moeten we ook niet vergeten, dat de bitcoin-koers nu weliswaar is gedaald. Maar als jij een jaar geleden of anderhalf jaar geleden bitcoin had gekocht, dan sta je nu nog steeds in de plus. Ja. Dus die paniek is misschien ook niet zo gegrond. Nou, dit lijkt mij een goede slotopmerking. Dankjewel, heren, voor dit gesprek. Thanks. Yes, dank. Vond je dit een leuk gesprek en wil je meer van dit soort uitzendingen zien of beluisteren? Abonneer je dan op dit kanaal.